heb ik nog geen plan voor deze dag. En ik heb vanmiddag een optreden. En ik zie er echt niet meer uit. Regenen, hagelen, onweren, echt alles. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag en ik heb me al helemaal klaargemaakt voor deze dag. Ik moet alleen nog eventjes gaan ontbijten. En ik heb zo meteen met mijn vader afgesproken. En verder heb ik nog geen plan voor deze dag. Maar het wordt vandaag best wel warm. 25, 26 graden of zo. Maar dat valt nog best mee in vergelijking met morgen. Want morgen wordt het echt 29 of 30 graden. En oh my god, het is zo warm. En dan krijg ik echt weer super veel last van hooikoorts. Want er zijn nog steeds heel veel pollen. En hoe warmer het is, hoe meer last ik ervan heb. Dus het is niet echt een topweekend voor mij in dat opzicht. Het is vandaag zondag en ik heb gisteren niet meer zo heel veel gevlogd, maar het was wel een super gezellige dag. Ik was dus heel onverwacht nog met mijn vader naar het strand gegaan en het was super gezellig. En toen ik thuis kwam ben ik nog in een jacuzzi geweest. Nou ja, niet bij mij thuis, maar bij iemand anders thuis. En daarna ben ik gaan barbecuen met mijn moeder. Dus al met al was het een super gezellige dag, maar ik ben wel vergeten te vloggen. Het is dus nu zondag en ik heb mijn haar even zo half vast. En ik heb vanmiddag een optreden. Een open podium van Danscentrum Utrecht. Het wordt vandaag 30 graden, dus lekker warm. Maar ik heb nu nog gewoon even mijn jurkje aan. En ik ga me daar denk ik wel omkleden, want ik vind het anders een veel te warme outfit om nu mee naar buiten te gaan. Dat is mijn plan vandaag en ik hoop dat het qua temperatuur daarbinnen een beetje te doen is. Zo, ik ben weer terug van het open podium. Het was super warm. En ik heb het nu nog steeds super warm. Maar het is ook 30 graden. En ik zie er echt niet meer uit. Maar ik ga nu lekker barbecuen. Daar heb ik super veel zin in. En even een beetje afkoelen. En dan ook nog wel douchen natuurlijk. Dat is hoe de rest van de dag eruit gaat zien. Nou ja, avond. Want het is inmiddels al bijna 7 uur. Dus ik ga nu lekker barbecuen. Lekker eten. Het is vandaag maandag en het is alweer het einde van de dag. Ik ben vandaag weer de hele dag op stage geweest en ik ga nu nog even editen. Nou ja, mijn video renderen, want gisteravond had ik mijn weekvlog helemaal af. En toen was hij gerenderd en toen had hij gewoon een stuk gewoon eruit gelaten of zo. Super raar. En gisteravond had ik echt geen zin meer om het opnieuw te doen, want ik wilde heel graag naar bed en ik had geen zin om weer een half uur te wachten. Dus ik ga dat nu nog even doen. Dan hoop ik dat het in één keer lukt, want dan kan ik daarna nog alvast beginnen met of mijn andere weekvlogs editen of met het editen van mijn D4Dance vlog. Want ik wil die video ook gewoon eigenlijk heel graag af hebben en alvast opsturen. Dus dat is mijn plan voor de rest van de avond. Het is vandaag dinsdag. Ik weet niet waarom ik dat deed. Maar ik heb er weer een hele stage dag op zitten. En inmiddels is het avond. En ga ik zo naar dansen toe. Maar het weer wordt waarschijnlijk echt vreselijk. Want het gaat heel hard regenen, hagelen, onweren, echt alles. En mijn dansles is dus in Utrecht. En ik ga wel met de bus. Maar ik moet dus ook lopen naar de bus. En van de bus naar de dansschool en weer terug natuurlijk. Dus ik hoop dat het een beetje gaat meevallen. Maar ja, het is code geel en in het zuiden code oranje. Dus ik denk niet dat het heel erg gaat meevallen, maar ik word echt bang. Ik heb niet zoveel zin om zeiknat geregend te worden. Maar goed, ik ga me nu omkleden en dan ga ik er zo vandoor. Het is vandaag woensdag en het is ook weer tijd voor dansen. Woensdag is ook altijd mijn dansdag. Maar ik moet nog even iets zien te vinden, want we hebben voor de eindshow van die zwarte lange sokken nodig. En die moesten we alvast meenemen. Maar ik heb die wel ergens, maar ik heb geen idee waar. Dus ik moet heel even zoeken in mijn sokkenbak, wat ik nu dus aan het doen ben. Dan wordt het gelijk een rotzooi. Kijk. Gevonden. Dat ging nog best wel snel. Als het goed is heb ik nog een paar, maar moet ik even kijken of ik die ook kan vinden. 2 hours later. Oké, nou, ik kan die andere echt niet vinden. Dus dit moet ik meenemen en dit geld moet ik meenemen. Want dit is voor het bestellen van de DVD van de eindshow. Inmiddels is het zaterdag en ik heb gisteren volgens mij niks gevlogd. En eergisteren volgens mij eigenlijk ook niet. Tenminste, ik kan me even niet meer herinneren.
Maar ik was gewoon echt even helemaal vergeten. Maar ik ga in ieder geval hierbij wel deze vlog afsluiten. Ik hoop dat het nog een beetje leuk was om naar te kijken. Mijn vlogs zijn volgens mij heel erg saai de afgelopen tijd. Maar ja, ik doe mijn best om dingen te filmen. Maar ik heb het gewoon heel erg druk met stage. Dus ik kan er gewoon even niet zoveel aan doen. Maar in ieder geval, als je het alsnog leuk vond, doe dan vooral een duimpje omhoog. En vergeet vooral niet te abonneren als je meer video's van mij wilt zien. En hopelijk zie ik je dan weer in mijn volgende video. Doei!